De heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank. Ja, maar is de premier het niet met mij eens dat de geest die dat hele stuk van Macron ademt, de oppositie met Rusland is? En dat nadrukkelijk wordt gezegd, Rusland is, of niet, nadrukkelijk wordt geïmpliceerd dat Rusland geen Europees land is. Minister-president. Nou ja, net zoals Kazachstan voor een kwart Europees is Rusland geloof ik ook voor een kwart Europees. En Turkije ook voor een stuk. Dat zijn ook landen die deels natuurlijk in Azië liggen. Dus dat zijn de feitelijkheden, wijzen uit dat ze ook deels in Europa liggen. Dus gewoon waar ze op de map liggen, op de kaart. Verder geldt volgens mij niet dat Macron dat hiermee bedoelt. In mijn gesprekken met hem is het echt wat ik net zei. Namelijk, hoe kun je landen die wel losser verbonden zijn met de Europese Unie, toch meer bij die Unie betrekken zonder dat ze lid worden. Nou, nogmaals, daar heb je al de marktsamenwerking, die loopt al. En dan gaat het dus vaak meer over de politieke processen. De heer Baudet. Ja, dank. Even een vraag anders stellen dan. Is de heer Rutte met mij eens, de minister-president, dat er een heel sterke zelfdefinitie nu gaande is in Europa om zichzelf en de EU als waardegemeenschap zo te definiëren in oppositie tot Rusland? Ziet hij dat ook zo? Of nee, ziet hij dat helemaal? Die eer wil ik Rusland niet doen. Rusland heeft de economie zo groot als de optelsom van België en Nederland. Dus dan maak je ze wel heel erg groot. Het is natuurlijk een belangrijk land in de zin ook dat ze een atoommacht zijn. En het is een land wat zich nu schuldig maakt aan een verschrikkelijke vorm van agressie richting Oekraïne, wat leidt tot ontzettend veel slachtoffers. En ik vind dat echt verwerpelijk. Maar Europa is belangrijker dan Rusland. In die zin dat wij ons niet gaan definiëren alleen in relatie tot Rusland. Rusland ligt daar. Wij zullen altijd ons moeten blijven beraden over de toekomst, wat voor relatie je met Rusland ontwikkelt. En op dit moment is die relatie natuurlijk gepreekt, zeggen de Duitsers, door het conflict. Dat is onvermijdelijk. Maar het is niet zo dat we nu alle structuren in Europa bouwen op dat conflict. Dat zou ook raar zijn. Heer Baudet. Ja, nou gaat de minister-president even het woord alleen lezen in mijn vraag en daar dan op antwoorden. Ik snap wel dat de Europese Unie zichzelf niet uitsluitend definieert in oppositie tot Rusland. De Europese Unie doet ook andere dingen, de euromunt of zo. Maar er is toch wel een vrij duidelijke trend te zien, denk ik, al een tijd, waarin de EU-wereld en de Atlantische wereld zichzelf definiëren in oppositie tot Rusland. En het opmerkelijke daarvan is, en de reden dat ik het vraag, en ik denk dat het belangrijk is om daar iets zeg maar breder bij stil te staan dan alleen een soort sofistisch antwoord, dat Rusland, en zeker ook Poetin, nadrukkelijk, ook nog weer het afgelopen weekend bij zijn grote speech in Sint-Petersburg, zichzelf presenteren als aansluiting zoekende bij Europa, bij de Europese wereld. En ik denk dat het belangrijk is om dat gewoon te constateren, te zien. De Europese wereld, de EU bedoel ik daarmee, en de Atlantische wereld, de Amerikaanse veiligheidsgemeenschap, het Amerikaanse imperium, willen Rusland er niet bij. Terwijl Rusland dat zelf voortdurend juist heeft aangegeven dat wel te willen. Herkent de minister-president deze lezing van de geschiedenis? Of nee, het is een beetje gek dat Rusland blijkbaar smeekt om serieus te worden genomen en dan blijkbaar om die reden Oekraïne binnenvalt. Dat is toch gek? Dus dat geloof ik niet. En op dit moment is natuurlijk die relatie staat helemaal in de sleutel van die vreselijke oorlog. De grootste naoorlogse agressie op het Europese continent. Dit kunnen we toch niet wegpoetsen. Maar dat is nu. Wat volgens mij Baudet vraagt is, ga je nou als Europa ook langere termijn, hopend dat dit conflict ooit, en ik kom er nog op terug, maar uiteraard is onze steun aan Oekraïne erop gericht dat zij die oorlog winnen. En niet Rusland. Oekraïne is deze oorlog niet begonnen. Rusland is deze oorlog begonnen. Alles is opgericht dat Oekraïne die oorlog kan winnen. En daar wensen we hen alle steun bij toe. En die geven we ook. En daar komen we daar nog over te spreken. Maar voor de langere termijn, ligt Rusland waar het ligt, betekent dat we voor de langere termijn ons opnieuw moeten afvragen, wat is die relatie met Rusland? En ga je niet alle Europese instituties bouwen op een bepaald vijandbeeld met Rusland? Als dat er nu is vanwege deze oorlog die wij totaal verwerpen, dan is dat natuurlijk onvermijdelijk, maar daar bouw je niet langer termijn je instituties op. Dat zou ook raar zijn. Maar ik vind in de vraagstelling van de heer Baudet toch een beetje vreemd dat hij nu zegt, ja, meneer Poetin heeft bijna gesmeekt, mag ik nou worden gerekend tot Europa? En dan denk ik, maar dan vind ik het een gekke manier van smeken. Als je intussen dus verantwoordelijk bent voor een massale inval in je buurland en een land met 40 miljoen mensen onder de voet aan het lopen bent, dat is toch een gekke combinatie. Aan de ene kant wil je die steun van Europa, dat je erbij hoort. En de hele Russische geschiedenis laat dat ook zien. Van Tchaikovsky
tot en met de grote filosofen en de grote Russische literatuur, die voor een deel natuurlijk in de Europese traditie zijn geworteld. En tegelijkertijd zou je dan zo'n oorlog beginnen. Dat is een gekke manier van aandacht vragen. Dank u wel. De heer Baudet. Ik zelf zie dat natuurlijk anders. Heb ik ook meermaals. Ik zie helemaal niet dat Rusland begonnen is. Oekraïne is begonnen in 2014. Toen Oekraïne een Amerikaanse vazalstaat werd en begon met het bombarderen van burgerdoelen in Oost-Oekraïne, waar meer dan 13.000 burgerslachtoffers zijn gevallen. En dus een hele andere visie heb ik op de oorsprong van dit conflict. En er is geen enkele aanwijzing dat Rusland heel Oekraïne onder de voet wil lopen. In dat kader is ook mijn opmerking over de relatieve mildheid van het Russische optreden. Als Rusland heel Oekraïne had willen veroveren, hadden ze Kiev meteen plat gebombardeerd, was meteen een volledige blitzkrieg gestart. Dat is helemaal het punt niet. En uw vraag? Dus ik zie daar echt een hele andere lezing in. En ik denk dat het een getuigt van een blikvernauwing, waar de premier blijkbaar ook slachtoffer van is geworden, om op deze eenzijdige wijze naar het Russische optreden te kijken. Het is ook opmerkelijk dat wij de speech van Poetin niet eens mochten kijken in het Europese Unie grondgebied, want al die kanalen zijn geband. Dus we mogen niet eens meer die informatie tot ons nemen. En ik wil toch de minister-president oproepen, blijf zoeken ook naar de andere kant van dit verhaal. Oekraïne is een van de meest corrupte landen op aarde. Het is in feite geen soeverein land meer, maar het is door het Amerikaanse State Department bestuurde kolonie in feite. Waar zo'n volledig andere agenda wordt gevoerd dan de propaganda vraag nu vertelt. Dus nogmaals mijn oproep aan de premier, luister ook eens naar de andere kant. Want we worden nu een wezenloze oorlog ingerommeld die onwinbaar is ook nog eens een keer voor Oekraïne. Dus hoe langer dit kunstmatig voortduurt, hoe meer onschuldige mensen zullen sterven. En ik had ook al gelijk dank in Syrië en nu zul je hetzelfde gaan zien. Ja, de minister-president. Het was heel lang, meneer. Voorzitter, het zij vermeld dat de analyse die de heer Baudet maakt over wat er in 2014 gebeurde en ook de rol die Amerika zou spelen in Oekraïne niet de mijne is. En dat de wijze waarop de heer Baudet daar nu uiting aan geeft ook de Russische zaak volgens mij niet helpt. Dus als hij denkt daarmee in een goed plaatje te komen met Poetin. Als Poetin dit stukje van het debat nu zou terugkijken, dan zou hij toch wel denken, oei, meneer Baudet, dit helpt mij ook niet, want dit gelooft echt helemaal niemand meer. Dus dat moet vooral veel worden uitgezonden deze laatste paar minuten. Het is uiterst nuttig om te laten zien hoe dat dan werkt en ook hoe je het vooral niet moet doen. Maar terug naar de feiten. Daarvoor geldt, er is een lange termijn vraagstuk, strategisch. Hoe gaan we als Europa om met een grote buurman Rusland? Dat is een lange termijn vraagstuk. En op kortere termijn is het onvermijdelijk dat hij natuurlijk in de sleutel staat van dit verschrikkelijke conflict en deze door ons veroordeelde agressie. En de wens die we uitspreken dat Oekraïne deze oorlog wint. Maar dat betekent niet dat wij keuzes die we nu maken over onze arrangementen in de Europese Unie alleen aan die sleutel zetten. Dat doen we niet. U vervolgt uw betoog, ja? Okay. Nog één interruptie, als ik het goed heb geteld. Correct. Ik gooi het nog een keer over een andere boeg. Ik ben benieuwd. Herkent de minister-president mij in de analyse dat na de Tweede Wereldoorlog en bij de opnieuw vormgeven van, zeg maar, Europa, er in feite twee sporen waren. Je had de Raad van Europa, wat uiteindelijk heeft geleid tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en de brede in Straatsburg en het brede Europa, waar Rusland nadrukkelijk een onderdeel van moest zijn. En aan de andere kant de EGKS en wat later de EU is geworden, waar Rusland nadrukkelijk geen onderdeel van moest zijn. Dus dat er eigenlijk bij de geboorte, bij het ontstaan van de Europese instituties, zeg maar, twee ideeën waren. Je had het pan-Europese idee, inclusief Rusland, waar Europa dus een soort brug zou zijn tussen Amerika en Rusland enzovoort. Of je had het idee van, nee, West-Europa, in feite als economisch blok, verlengstuk van de NAVO, tegen Rusland. Herkent hij die lezing van mij? Van de minister-president. Nou, niet helemaal, want wat hij vergeet in die lezing is dat de Sovjet-Unie, dus het Rusland, laten we zeggen zoals dat heette tot 1990/1991, ik ben niet helemaal zeker, ik dacht dat het officieel is opgeheven met de kerst 1990, maar de Sovjet-Unie, zoals dat toen werd genoemd, natuurlijk langs twee lijnen zich manifesteerde in zijn internationale ambities, namelijk het Warschau-pact. En dat was de totale onderwerping van een aantal landen in Oost-Europa waar revoluties waren. Ik maak hem even af, hoor. Wilt u hem horen? Minister-president, ze heeft antwoord. Even los van, of, ja, ik geloof niet dat het Warschau-pact nu alleen maar een reactie was op. Want je zag natuurlijk na de oorlog, of het nou de DDR is, of in Praag, of in Boedapest, in Boekarest, waar de toenmalige
eind jaren 60 aangetreden partijchef probeerde de indruk te wekken dat hij een eigen koers vaarde, wat ook niet echt waar is. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat Rusland, en dat manifesteert zich in 56 en 68 met de onderdrukking van de revoluties, en ook in 81 in Polen of 82 in Polen, dat Rusland in de vorm van de Sovjet-Unie onderdrukkend was in dat deel van Europa. Dat is het militaire bondsgenootschap en daarnaast was er de Comintern, wat probeerde om breder dan alleen Europa, dat was ook wereldwijd, het internationaal reëel functionerende socialisme te exporteren. Het is natuurlijk niet zo dat de EGKS alleen maar een reactie was daarop. De EGKS is opgericht om te voorkomen dat er in Europa nog weer een keer oorlog zou ontstaan vanuit de gedachte dat kolen en staal de belangrijkste grondstoffen zijn om een oorlog mee te voeren. En het idee was natuurlijk, als Frankrijk en Duitsland die producten nou samen beheren, dan kunnen ze elkaar niet meer aanvallen. En dat is ook gelukt, want er is een oorlog in Europa, in ons deel van Europa althans, nooit meer oorlog geweest tot deze verschrikkelijke agressie. Dank u. U vervolgt uw betoog. Terug naar het punt van de uitbreiding.